Feyenoord gaat op woensdagavond 28 februari tegen Willem II voor de 24e keer in 34 bekerwedstrijden een thuiswedstrijd spelen. Ja, Feyenoord gaat werkelijk in een zetel richting de finale. Die zou het dan officieel wel weer uitspelen. Maar ja, wel gewoon hier in de Kuip. Over die overwinning op PSV van woensdagavond ging het zojuist ook nog even op de persconferentie met Giovanni van Bronckhorst. Hij gaf aan dat als Feyenoord die felheid als tegen PSV het hele seizoen had kunnen opbrengen, ja, dan had Feyenoord nu gewoon nog meegedraaid om de titel. Dat is niet zo. Feyenoord staat vierde en wacht zondagmiddag de uitwedstrijd bij het sterk draaiende VVV Venlo. Voor die wedstrijd in Limburg is Sam Larsson een vraagteken. Hij is niet helemaal fit uit die wedstrijd tegen PSV gekomen. En Nicolai Jurgensen staat natuurlijk gewoon in de spits. Jurgensen kende serieuze belangstelling van Newcastle United. Het bod vanuit Newcastle was ook behoorlijk fors. Maar Feyenoord wilde hem niet laten gaan. En Jurgensen zelf, zo zegt hij, heeft de knop omgezet. We'll be right back.